FC Groningen had geen toestemming van de brandweer voor de sfeeractie met wc-rollen bij de wedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag. Dit maakte burgemeester Wallagen bekend tijdens een raadsvergadering. De brandweer was niet op de hoogte van de 15.000 wc-rollen die aan de noordzijde van het stadion waren binnengebracht. Volgens FC Groningen was de brandweer wel op de hoogte gebracht van de geplande sfeeractie. Bij de brand raakten 24 mensen gewond en de wedstrijd werd afgelast. De VVD en de Stadspartij willen opheldering over de vraag of de brandweer nu wel of niet op de hoogte was van die sfeeractie in de Euroborg. De brandweer zegt niet van de wc-rollen te weten, wel van de actie op zich. En FC Groningen zegt dat wel gemeld te hebben. Dus er zijn nu twee versies in omloop. En een onderzoek zal toch moeten uitwijzen welke versie zeg maar de waarheid is. Het kan ook zo zijn, het kan allemaal maar. Hè? Of de brandweer zegt, nou het is altijd goed, doe maar. Dus het onderzoek zal er allemaal antwoorden moeten geven op deze vragen. Want Groningen heeft gezegd dat ze wel contact hebben opgenomen. Maar ja, contact opnemen is natuurlijk wat anders dan dat het mag. Ja, maar dit is ook een beetje wat je vaker merkt. Hè? Dat, ook in, met ambtenaren merk je dat toch vaak. Dat mensen zeggen, mondeling wat toezeggen. Maar zolang je het niet op papier hebt, heeft niemand het gezegd. De commissie Vliegend Hart, die ongeregeldheden rond eredivisiewedstrijden onderzoekt, is door de raad gevraagd de brand te onderzoeken. Er is afgelopen zondag te veel fout gegaan in de Euroborg. Het lijkt er meer op dat zeg maar, de aanpak dusdanig is geweest, waardoor het zeg maar, een groter incident heeft kunnen worden dan het aanvankelijk is geweest. En ik denk ook dat daar de nadruk op moet komen te liggen. Ja. En de daders, nou, ik ga ervan uit dat die gepakt zullen gaan worden. Hoe is het eigenlijk mogelijk geweest dat ze achter de goal nog aan het blussen zijn, terwijl er nog brandhaarden zijn, dat de spelers dan het veld opkomen? Terwijl men weet dat het geteken was van de grote actie, dat er 10.000 tot 15.000 toiletrollen naar beneden kwamen. Wie zou daar de toestemming voor kunnen hebben gegeven? Ja, dat kan je gaan. Dat kan je aan alle kanten toeschuiven. Bij mij gaat vooral het vermoeden omhoog dat de KVB alle wedstrijden om 2:30 tegelijk wil laten beginnen. De politie heeft overigens in verband met de branden in de Euroborg een 19-jarige stadjer aangehouden. Hij wordt verdacht van het gooien van brandende wc-rollen. Het rapport van de commissie Vliegend Hart over de Euroborgbrand wordt nog voor de zomer opgemaakt.